De girlanden van takken vind ik zelf een heel leuk product. Alleen krijg ik heel vaak te horen van, Romy, wat moet ik er nou precies mee? Nou, je kan het op verschillende manieren gebruiken. Je kan het zo doen zoals hier. Zo'n girlanden die kan je dan ophangen en dan kan je er allerlei leuke decoraties op maken. Maar je kan ook zeggen van, nou, ik ga hem op een schaal leggen. Zoals ik hier heb gedaan, hierop gedecoreerd. Wat accessoires erbij en dan krijg je een hele mooie schaal. En hoe we deze hebben gemaakt, dat ga ik laten zien. Daarvoor nodig gewoon een heel simpel schaaltje en die girlanden. Als eerste ga ik een beetje kijken van, nou, hoe wil ik hem ongeveer erop hebben liggen. Nou, ik denk dat hij zo op deze manier wel heel mooi ligt. Alleen wil ik ook zorgen dat hij zo vast blijft liggen. Daar gebruik ik een lijmpistool voor en dan ga ik op bepaalde plaatsen ga ik hem vastzetten. En dit is de basis. Daarnaast wil ik ook wat takken erin gaan doen om wat speelsel te maken. Daar gebruik ik deze takken voor. Even een beetje rommelig uitvouwen, want dan ziet het er natuurlijker uit. Op deze manier. En die ga ik gewoon zo tussendoor vlechten. Door het ijzerdraad kan je hem dus perfect op de juiste plek houden. Doe ik ook aan de andere kant. Dan heb je eigenlijk de basis van het stuk wat je gaat maken. Nou, dan wil ik hier het hout een beetje wegwerken. Daar gebruik ik steentjes voor. In dit geval glazen steentjes, omdat ik hem in de naturel tint ga houden. En ik doe gewoon heel simpel. Vul ik het gat een beetje op met dit soort steentjes. Dan heb je het gelijk heel mooi weggewerkt. Nou, we hebben nu de basis gemaakt. En dan wordt het eigenlijk tijd om te gaan decoreren. En dat wil ik gaan doen met dit soort foamrozen. Nou, dan heb je het steeltje eigenlijk niet voor nodig. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb het steeltje er afgeknipt. En dan pak ik wat lijm. En dan kan je hem heel makkelijk op de juiste plaats vastzetten. Klein beetje lijm erop. En dan vind ik het mooi als hij hier aan de voorkant er eentje komt. Dus die gaat hier komen. Even aandrukken. Dat is een mooie plek. Nou, doen we aan de andere kant ook. Dus heel even kort afknippen. Heel eventjes vasthouden. En je hebt hem op de juiste plek zitten. Ik ga van groot naar klein. Dus ik pak nu de bessen. Die knip ik ook weer kort. Zo, op deze manier. En die wil ik hier aan de zijkant hebben. In het midden wil ik ook een takje hebben, dus hier ook weer kort afknippen. Die ga ik hier vastzetten. Dus die zet ik hier zo ertussenin. Om het geheel nog wat zachter te maken, wat liever, gebruik ik ook nog wat kleine roosjes. Daar doen we hetzelfde mee. Dan zou je ook zien, zo gauw zo'n roosje hier erbij komt, op zo'n plekje als deze. Dan zie je eigenlijk al dat het daardoor wat zachter wordt, wat liever. Dus we bouwen van groot naar steeds kleiner. En dan is nu alleen maar kijken van waar wil ik die rozen hebben. Zo, op deze manier. En dan heb je heel eenvoudig een hele mooie schaal gemaakt met die takkengirlanden.